Zij staat voor de klas. Hij ook, maar nu even niet. Samen hebben ze één baan. Dit jaar zij. Dus hij nu even niet. Prettig geregeld. Zij is geen familie, maar wel kind aan huis. Ook hij is geen familie, maar hij huist er wel. En er huizen nog twee dochters in het buitenland. Prettig geregeld. Aan de deur wordt niet gekocht. Ik heb niets te koop. Je hoofdgetuige, mormoon? Nee. Mijn naam is Pakhoed. Mijn kinderen zitten bij uw vrouw op school en via hoorde ik dat u bijles geeft. Kan ik u daar even over spreken? Ja, dat kan. Komt u binnen. Dank u wel. Let me niet op de rommel, ik was net even bezig. Huisman zijn valt nog niet mee. Verleden week was mijn vrouw ziek en toen moest ik ook zelf de huishouding doen. Nee. Het is een kwestie van jong leren. Ja, je moet dat jong leren. Nee, kijk dit. Ik ben aan het oefenen voor de schoolavond. Komt u? Ja. Goed, verder. Joris, dat is mijn man, heeft aangeboden om te jong leren. Nee. Dat kennen we nou zonder aan het wil. Dat doet hij iedere schoolavond al. Oh. Nou ja, goed, dan geen jong leren. Nee, dan vraag ik wel of je iets anders kan bedenken. Heeft er nog een ander idee? Nou, het is voor Greenpeace, dus als we de voorzitter van het schoolbestuur eens vragen om de bondjas van zijn vrouw bij opbod te verkopen. Nee, wat we nog missen, dat is een echte trekpleister. Iets waar de mensen op afkomen. Ja, iemand met een bekende naam. Ja. Die kun je dan groot op het affiche zetten. Litouwers of zo. Ja, dat kost toch geld. Maar voor Greenpeace doen ze zoiets voor niks. Ja, als je nou per se iemand wil, neem dan liever Gerard Joling. Is dat die kastraatzanger? Precies, ja. Zo geen gehoor. Nou, dat niet. Hè. En het goede doel bijvoorbeeld? Ja. Ja, we hebben toch al een goed doel? Het is een popgroep die zo heet. Oh ja. Ja, maar voor de ouders is een popgroep natuurlijk geen trekpleister. Ja, zeg, is het nou voor de ouders of voor de leerlingen? Nou, het is voor Greenpeace. Ja, en dus moet je veel ouders trekken, want die hebben geld. Ja. Weet u, mijn zoontje zit in de brugklas en dat gaat niet zo goed. Terwijl ik zeker weet dat hij het kan. Hij kan het wel, als hij maar wil. Tja. Ja, u denkt natuurlijk, dat zeggen ze allemaal, die ouders. Maar bij Frank is het echt zo. Om welke vakken gaat het? Nederlands en Engels. Als u hem nou eens een paar uurtjes in de week zou kunnen bijspijkeren. Heeft u het zelf wel eens geprobeerd? Ja, wat dacht u? Maar ik moet dan mijn hart denken. Wat dacht u van mijn hart? Ja, maar als het je eigen kind niet is, ligt dat toch anders. En vreemde ogen dwingen. Ja, zulke vreemde ogen heb ik nou ook weer niet, hoor. Oh, maar zo bedoel ik het niet. Nou, ik ook niet. Oké, ik wil het wel eens een tijdje proberen. Oh, heel graag. En ik zal hem op het hart drukken... Nee, geen drukwerk. Oh, pardon. Ja, mag ik van u weten wat uw tarief is? 60 gulden per uur. Oh. Ja, dat is 120 gulden in de week, 480 in de maand. Begrijp me goed, u bent het natuurlijk waard. Maar dat kan ik niet opbrengen. Wat had u zelf gedacht? Nou, zo ongeveer de helft. Als u me zwart betaalt, kan dat. Oh, ja. Mag ik daar nog even over nadenken? Natuurlijk, nadenken kost niks. Uw koffie wordt koud. Ja. Hallo. Wat maak je? Wat denk je? Oh, is het hier zover? Mond open, ogen dicht. Ja hoor. Je weet niet wat je proeft, hè? Natuurlijk wel. Specialiteit du chef. Zijn enige. Huismans haringsalade. Het neusje van de zalm, niet dan? Ja hoor, schat. Hoe was het? Nog vorderingen gemaakt voor de actieavond? Oh ja, het ging heel goed. We hebben alleen nog een trekpleister nodig. Nou, wie wil je hebben? Toon Hermans, Freek de Jonge, Joep van Teck, Jos Brink, Zet Gaikema, Jasper in de Jong, zeg het maar, en ik bel ze voor je. Meen je dat nou? Tuurlijk. Ga je er echt achteraan? Ja, ik ben een gek, tuurlijk niet. Nou, misschien omdat jij het bent. Ik denk erover na.
Je bent lief. Hoewel het niet nodig is, want ze hebben toch een trekpleister. Tadadada. Ja, Jor, daar wou ik juist even... Wat was er? Ben er nog iets bijzonders geweest vandaag? Nee. Nou, dus te zeggen, er was een pakkoet aan de deur. Ken je die? Ja, van naam. Die heeft kinderen bij ons op school. Klopt. Hij vroeg of ik bijlessen gaf en hoeveel leerlingen ik had. Of ik een van zijn kinderen bijles wilde geven en hoeveel dat moest kosten. Ja? Over 60 gulden deed hij moeilijk, maar toen zei dat het voor 30 gulden zwart ook wel kon, moest hij er toch nog even over nadenken. Nou, dat verbaast me niks. Hoezo? Die man werkt bij de belastingen. Hè? Nou, dat zijn we er mooi klaar mee. Hij heeft me gewoon zitten uithoren, die gluiperd. Wat gaan we nou doen? Ja, goede vraag. Nou, je belt hem op en zegt dat je er vanaf ziet. Met wat voor reden? Nou, je zegt gewoon eerlijk dat je zwart werken veel te link vindt. Meneer Pakkoet, dat toevallig. Ik wil u net bellen. Ik heb er even over nagedacht en ik denk ik laat het u meteen maar even weten. Ik zie er toch maar vanaf. Oh, wat jammer. Het was goed bedoeld, 30 gulden zwart. Maar ik kan dat risico niet lopen. Ik werk bij de belasting. Oh, sorry dat ik u in verlegenheid heb gebracht. Dat wist ik niet. Dat begrijpt u wel, hè? Wat vervelend nou voor u? Trekt u het zich niet aan? Het was goed bedoeld. Nou, u zegt het. Zwart werken, normaal begin ik er nooit aan. Maar voor u wilde ik een uitzondering maken, want u kon het niet betalen. En maatschappelijk gezien is dat onrechtvaardig. Waarom zouden alleen welgestelde kinderen bijles kunnen laten geven? Nee, meneer Pakkoet. Ja, Joris, laat me niet op de stoep staan. Maar uw man heeft wel gevraagd. Het is heel ongemakkelijk. Heeft u een trekkende kopje koffie? Ja, eigenlijk wel. Nou, komt u binnen. Dank u. Zal ik uw jas even aannemen? Wat een huis. En wat een onderhoud. Doet u daar zelf veel aan? Op het ogenblik onderhoudt mevrouw mij. Nou, niet zo flauw. Oh, nee, maar ik bedoel het schilderwerk en zo. U bedoelt of ik het wel eens zwart laat witten? Nee, ik ben hier als privépersoon, gelooft u me. Nou, ik doe er wel eens wat aan, maar eigenlijk heb ik een hekel aan schilderen. Ik geef net zo lief bijles. Oh ja, ik doe al het schilderwerk thuis zelf. Mm. Ik vind het zelfs wel leuk om te doen. Ja, nou ja, zo kan de een dit en de ander dat. Daar spreek je weer een waar woord, Hanna. Ja, ja. Nee, dat meen ik. Meneer Pakkoet, luister eens. Ik kwam net op het idee... Zeg, ik zorg even voor de koffie. Hoe wilt u de koffie, meneer Pakkoet? Zwart? Ja, conciërge, hoe had u gedacht dat te doen? Ik zeg, majesteit. Mijn vader zou het nee hebben en een drankje krijgen. Nou, dan sprak die man wel aan, want die was voordat hij aan het onderwijs ging bij de stoottroepen geweest. Hé, hey, Tafelvliet. En die man zat vlak voor zijn deur. En die had een beetje moeite met de zofte handen van vandaag. Ze waren nog een mooie strakke jaren van mij. Nou, daar ben ik allemaal aan geworden. Ik ben hier de hele school, de hele gemeenschap gedaan. En ik moest even wachten op gang. En de rector stelt mij voor en zegt... Hallo Paul, met Joris. Joris Huisman. Ja, dat is lang geleden. Zo'n gangetje. Ja, maar wel goed. En dus met jou? Mooi zo. Zeg Paul waar ik je over bel. Zou je mij een groot plezier willen doen? Je hebt bij ons op school een leraar Nederlands die zijn eigen s'morgens vroeg op weg naar school op de fiets al moed in drink. Ja, die man heeft twee van die metalen flessen op zijn stuur gemonteerd. Laat eens ergens vol lopen. Had hij zoveel gedronken dat ik dacht dat ik zijn vriendin was. Nou, toen heb ik hem maar een reservewiel gegeven. Ik heb beet. Oh, wat heb je beet? Nee, wie heb je beet? Oh, wie heb je beet? Jou. En wie nog meer? Paul van Vliet. Paul van Vliet? Voor de Greenpeace-avond. Nou, dat is nou ook toevallig. Die hoor ik net op de radio. Heel leuk. Dat zou ik ook denken. En heb je hem al gebeld? Wat heet? Het is rond. Echt waar? Dus ik kan het al laten aanplakken? Is daar zo'n haast bij? Nou ja, hoe eerder het bekend is, hoe beter. Doe maar. Goh. Goh wat? Wat goed van je. Ach. Hey. Sinds vorige week geeft Joris mij bijles. Wat is het leidend voorwerp? Mij? Fout.
Nou, mij, dat ben ik hoor. Nou en? Nou, ik ben hier het leidend voorwerp. Nee, jongeheer, mij is een meewerkend voorwerp. En dat is precies wat jij hier hoort te zijn. Nou, smeer hem dan maar. En we zullen hopen dat het morgen lukt met die repetitie. Oh, dat zal wel gaan hoor. Als ik 4.9 haal, dan is dat genoeg. Dat snap ik nog niet. Nou, ik sta nu een dikke 6 gemiddeld. En van de week had je over een 5.6. Dat is toch een dikke 6? Ik snap het alweer niet. Nou, 5.5 wordt dan naar boven afgerond naar een 6. Dan is een 5.6 dus een dikke 6. Stom dat ik dat niet door had. Maar nou die 4.9, waaraan je morgen genoeg denkt te hebben. Kijk. 5.6 plus 4.9 is 10.5 gedeeld door 2 is 5.25. Dat is dus een dikke 5 in plaats van een dikke 6. Ja, maar volgende week hebben we een literatuurrepetitie. Daar ben ik heel erg goed in. Vorige keer haalde ik daar een 5.8 voor. Nou, dat haal ik dit keer ook wel weer. En dan heb ik die 5.25 plus 5.8 gedeeld door 2 is een 5.6. En dus weer een dikke 6. Begrijpt u? Ik kan daar niet bij. Nou, wat snapt u dan niet? Dat je vanavond niet nog gewoon een uur besteedt aan het ontleden en dan haal je een echte 6 in plaats van een 5.6. Ja, hé, maar er is vanavond een hele gave film op tv. Die slaan we een keer over. Maar wat heeft dat nou voor nut? Ik bedoel, dan kom ik misschien een 6.4 te staan, gemiddeld. Dat wordt naar beneden afgerond naar een 6. Dan kan ik dus beter een 5.6 gemiddeld staan, want dat wordt naar boven ook een 6. En dan heb ik ook nog eens die film gezien. Onverbeterlijk. Ik ben klaar, pa. Komt u mee? Nee, ik ben nog bezig. Zeg maar tegen je moeder dat we een uurtje later eten. Ja, als ik maar niet hoef af te wassen hoor, want er is vanavond een hele gave film op de Ja, wil je wegwezen jij? En die wil ik wel zien hoor, want het gaat over een robot. Meneer Pakhoed, ik heb thee. Ik heb geen tijd. Dan maak je toch even tijd? Nee. Er klopt iets niet. Ik wil best het huis schilderen in ruil voor bijles, maar ik doe er veel langer over dan u. Tja. Ik heb van de week 3 uur staan schilderen tegen 1 uur les. Ja, sorry, maar u moet ook zo bekijken. Ik ben een gediplomeerd leraar en die verdient nou eenmaal meer dan een schilder. Ja, maar ik ben geen schilder. Dat is het hem juist. Kijk, u doet het netjes, maar wel de helft langzamer dan een schilder. Kunt u niet wat sneller? Meneer, al ben ik dan geen schilder, ik lever geen broddelwerk. Dat waardeer ik zeer, maar op die manier heb ik uw zoon al op de universiteit als u hier nog staat te kwasten. De universiteit? Nou ja, bij wijze van spreken. Kijk, ik heb er geen problemen mee, maar u begon er zelf over. Ja. Zeg maar wat u wilt. Doet u maar een voorstel. In ruil voor een half uur bijles zal ik een uur bij u schilderen. Akkoord. Dat is een opgelost. Prettig geregeld. Nee. Want ik heb deze week 3 uur staan schilderen tegen 1 uur les. Oh, maar dat komt wel goed. Trekken we bij in de vakantie? Nee. Zoiets moet je regelen. Anders komen de problemen. Weet u wat? U regelt wat, mijn zegen heeft u. Goed. Dan zal ik er thuis over nadenken en dan kom ik wel met een plan. Uitstekend. Wilt u dan nu een kopje thee? Nee, dank u. Geen tijd. Nou, er gebeurt van alles. Bussen gooien, moppen tappen, disco. De rector gaat vluggetjes schaken. Joris jongleren natuurlijk. Nou, nee. Huh? En hij stond nog van de week te oefenen. Ja, maar de commissie zag er niet zoveel in, omdat hij dan zo vaak heeft gedemonstreerd. Weet je dat al? Nee, ik heb hem nog niet durven zeggen. Nou, best je sterkte. Ja. Dus hij doet niks voor de avond? Jawel, ja, ze hadden nog een bekende Nederlander nodig als trekpleister. En kijk eens. Oh. Heeft Joris versierd? Maar wat moet ik dat dan nog doen? Nou, ik dacht voor jou aan iets origineels in een Marokkaans tentje. Ja, maar wat? Vuurvreten bijvoorbeeld? Ja, toch. Heb jij nooit vuur gevreten? Nog geen vonkje. Oeh, tegenslikken dan. Ik kan nog geen pil door mijn keel krijgen. Slangen bezweren. Ik bezweer nog geen eens in tuinslang. Nou zeg, wat ben jij voor een Marokkaan? Goed nieuws. Er is geen twijfel mogelijk. Paul van Vliet komt echt. Ja, dat mag ik wel, hoor. De affiches hangen al. Prima. Alleen, er ontbreekt wel een naam op, hè? Want... Hop! Wat blijft een applaus? De avond kan niet meer stuk. Hey Joris, ik moet... Ja? Er is... Kom dan eens even rustig bij zitten. Ja. Kom,
Ik moet nodig weer eens aan de slag. Ja, ik heb ook nog veel te doen. Prettige middag verder. Oké, dag. Ja. Dag. Wat is hier aan de hand? Ja? Het heeft wel wat piekeren gekost, meneer Huisman, maar ik ben eruit gekomen. Kijk, ik had zo gedacht. Ik heb werkbonnen gemaakt. Ziet u wel? Van een uur, van een half uur en van een kwartier. Als ik nu bijvoorbeeld een uur bij u geschilderd heb, dan krijg ik van u een uursbon. Met uw handtekening erop natuurlijk. Maar... Ogenblikje. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor u. Voor een half uur bijles krijgt u van mij een half uursbon. Kunt u het volgen? Ja, dat wil zeggen dat... Deze 14 dagen bijvoorbeeld heb ik 3 uur en 3 kwartier bij u geschilderd. Ik krijg dus van u 3 uursbonnen en 3 van een kwartier. Of even een half uur en een kwartier wat u wilt. Zegt u maar wat u van mij krijgt. Dat is dan 3 keer een half uur geweest? Ja, maar vrijdag bent u 10 minuten langer doorgegaan. Nou ja, die 10 minuten... Nee, dat ronden we af naar boven. Waar hebben we anders de kwartiersbonnen voor? Ja, u moet het natuurlijk wel goed bijhouden, anders komt u eraan tekort. Uw bonnen zijn evenveel waard als de mijne, als ik het goed begrijp. Dat is juist. Maar we hadden afgesproken dat een half uur lesgeven een uur schilderen was. Akkoord? Dan moeten we dus verschillende bonnen hebben. Ik krijg van u voor het lesgeven schildersbonnen en u van mij voor het schilderen lesbonnen. De lesbonnen moeten dus 2 keer zoveel waard zijn als de schildersbonnen. Oh, meneer Huisman. U moet het allemaal niet zo ingewikkeld willen maken. Ja, nou wordt hij goed. Deze bonnen zijn allemaal evenveel waard. Alleen, u krijgt 2 keer zoveel bonnen als ik. Kijk, dat is 1. En dat is 2. Ah. En zullen we dan meteen maar even afrekenen? Is hij er? Tuurlijk. Dus ik kan hem aankondigen? Hij staat er voor klaar. Ah,
Dames en heren, u heeft allemaal op de affiches kunnen zien dat hij komt. Misschien bent u er zelf speciaal voor gekomen. Nou, ik kan u geen ongelijk geven. Wij zijn allemaal trots en blij dat hij er is. Ik hoef u verder niets meer te vertellen. U kent hem allemaal. Hier is Paul van Vliet. Goedenavond. Hey, wat is dat nou? Hey, wat komt u doen? Paul van Vliet, ik ben uitgenodigd om actie te komen voeren voor Greenpeace. Zeg, u houdt me toch niet voor de gek of zo? Nee, echt niet. Ik heet Paul van Vliet. Mijn rijbewijs kan u zien. Paul van Vliet. Ik ben werkzaam bij het Waterloopkundig Laboratorium. Hij is speciaal hier naartoe gekomen voor het goede doel en dan wordt hij uitgefloten. Dames en heren, meisjes en jongens, dit is dus een joke, een grap. Paul, dankjewel dat je gekomen bent. Applaus voor Paul van Vliet. Wacht even. Op de affiche stond Paul van Vliet komt en is gekomen, of niet? Trouwens, waar gaat het hier vanavond om? Gaat het hier vanavond om de bekende Nederlander of om het goede doel? Jullie durven toch niet beweren dat je hier speciaal naartoe bent gekomen voor Paul van Vliet? Ja, zou ik misschien ook even wat mogen zeggen? Nee, laat maar, ik ben zo weer weg. Ik kom alleen maar even zeggen dat ik niet kom vanavond. Van de week belde er een oude tante van me op. En die zei, ik heb gelezen dat je hier morgen in de buurt bent. Kom je gezellig bij me eten? Ik zeg, tante, ik weet van niks. Ja, zegt ze, op de scholengemeenschap, daar hangen affiches, Paul van Vliet komt. Ik zeg, nou, dat is dan wel buiten mij omgebeurd. Ze zegt, mag dat dan zomaar, jongen? Ik zeg, ja, tante, dat schijnt te mogen. Als bekende Nederlander ben je een soort openbaar lichaam waar iedereen maar aan mag zitten. Het enige wat je daartegen kan doen is niet komen. Nee, het is mijn enige vrije avond deze week en ik wil ook wel eens een keer doen waar ik zelf zin in heb. Dus ik ben wel met mijn tante gaan eten, maar ik kom vanavond niet hier. Nee, haal die affiches maar weg. Ik hoop dat het jullie allemaal duidelijk is. Ik kom niet. Dankjewel, Paul, dat je toch nog even gekomen bent. Applaus voor Paul van Vliet. Ja, laat maar even gaan. Ik heb een pesthumeur vandaag, begrijp je wel. Hij is een nieuwe show aan het schrijven en is die altijd uit zijn lood geslagen, begrijp je wel? Hoe is het hier op school, jongens? Hé? Gaat goed? Hoe is mijn collega Krook? Heb je het een beetje onder de duim allemaal, Krook? Hé? Dag, jongen. He, want als conciërge zijn, dan moet je natuurlijk af en toe wel laten zien wie is hier de boswachter, hè? Nee, dat moet geregeld stellen voor de klas vandaag de dag. Nee, niet om les te geven, om toezicht te houden, begrijp je wel? Dan sta ik achter in de klas, want voor de klas mag je niet roken, hè? Had ik toezicht en dan mag ze vast een huiswerk maken voor de volgende dag, ken je dat? Eigenaardige dingen heb je dan. En dan zit er één niks te doen, gaat hij trainen. Ik zeg, joh, waarom doet je niks? Hij zegt, ik begrijp het niet. Ik zeg, je komt, doet even je best, dan weet je het. Nee, zegt hij, dat hoeft niet van de leraar. Ik zeg, krijg nou niks, hoeft niet van de leraar. Nee, zegt hij, de leraar heb liever dat ik het niet weet dan dat ik het leer zonder dat ik het begrijp. Ik zeg, jij moet Wim Kok maar opvolgen. Hè? Nee, jongens, ik... Gefeliciteerd, schatje. Wat een succes, hè? Ja, als je nog eens wat weet met je Paul van Vliet. Het is toch geweldig? Ja, de echte, ja, maar waarom die andere? Nou, ja, is wat anders als jongleren. Dat wilden jullie toch? Oh, ja, ik stierf 1000 doden. Nee, kijk, die andere was een oude kennis van me. En die had ik het eerst. En later dacht ik, ik probeerde echt ook nog. Ja, heb je, nee, kun je krijgen. En toen zat ik er met 2. Ja, maar waar vertel je me nou zoiets niet? Ja, dat is mijn lol eraf. Zo, dus jouw lol is dat je mij... Afijn moet je luisteren, tenslotte nog dit, hè. Ja, daar. Bedankt, hè. Mijn complimenten, mevrouw. Dat was een stunt dat Paul van Vliet echt kwam. Oh, dat had ik nou eens geregeld. Ja. Nou, u ook gecomplimenteerd dan. Zeg, tussen ons, moest u die van Vliet daar nou nog iets voor betalen? Nee. Alleen zijn onkosten. Oh ja, dat gaat natuurlijk wel van het goede doel af. Nee. Geen zorgen, ik heb hem een paar werkponnen gegeven. Hij zal u binnenkort bellen om zijn schuurtje te schilderen.